Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Goedendag luisteraars. De schriftlezing voor vandaag is Efeze 1 vers 11 tot en met 14. Ik lees het u voor. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover Efeze 1, vers 11 tot en met vers 14. De gereformeerde gezindte heeft veel weg van de Katwijkse vuurtoren. Een statig en stevig monument, smetloos, wit, vierkant. De vuurbaak heeft vele stormen getrotseerd, maar er is één gebrek. Het licht is gedoofd. Zo begint het eerste artikel van Dr. H. van den Belt, die onder ons ook wel eens preekt en onder ons ook gewoond heeft. Zo begint het eerste artikel van hem in zijn boekje Licht in de Vuurtoren. Het boekje is een bundel van artikelen die hij ooit schreef voor het Reformatorisch Dagblad en die hij voor dit boekje opnieuw bewerkte. Een van de hoofdstukken gaat over de Heilige Geest. En in dat hoofdstuk gaat het onder andere over de verzegeling met de Heilige Geest. En daarbij komt de tekst van Efeze 1 vers 13 en 14 te sprake. Over die tekst is in de loop der jaren het nodige gezegd en geschreven. Het wordt namelijk verschillend uitgelegd. En in het artikel van Van den Belt komen de opvattingen uit de tijd van de reformatie en de nadere reformatie voorbij. En hij bespreekt wat de bekende predikanten I. Kievit en J. van Sliedrecht erover gezegd hebben, om tenslotte dan zelf op te merken dat er van de uitvoerige en innige beschrijving van de verzegeling met de geest wel een en ander te leren valt. Volgens Van den Belt leven veel reformatorische christenen ver onder de maat van het nieuwtestamentische spreken over de geest. Hij stelt, steeds opnieuw mag er verlangen zijn naar een nadere weldaad, naar een nieuwe geloofsbevestiging die nader tot God leidt. Want, zegt hij, in Christus wordt alles geschonken en het zwakste geloof verenigt met Christus, maar alles wordt niet tegelijk uitgepakt. Tot zover Van den Belt. In mijn woorden gezegd, er staan altijd nog weer nieuwe schatten klaar. Alles wordt niet tegelijk uitgepakt. Er staan altijd weer nieuwe schatten klaar. Dat blijkt wel, zou ik zeggen, aan het begin van de brief aan de Efeziërs. Het wordt wel de Pinksterbrief van Paulus genoemd, of de grote kerkbrief. En dominee G. Boer, een van onze oud-predikanten, dominee G. Boer merkte ooit aan het begin van een preek over Efeze 1, vers 13 op. Hij zei, wanneer er één brief de volheid van de drie enige God in overstelpende rijkdom vertolkt, dan is het wel de Efezebrief. Paulus kan haast niet ophouden. Na het opschrift van vers 1 en vers 2
begint hij in vers 3 met een zin die doorloopt tot en met vers 13 en 14, waarin het werk van de Heilige Geest heerlijk bezongen wordt. Het is één lange zin zonder punt. Toch is deze zin niet langdradig, nee, hij sprankelt van leven en is een hymne, een loflied aan de drie-enige God. Paulus zingt voor, opdat de gemeente van Efeze en die van nu zouden meezingen en meegenomen worden in het lied van de kerk van alle eeuwen. De korte inhoud van dit lied is de lof aan God de Vader. Zo, dominee Boer. En het is precies zoals hij het zegt. Efeze 1 is werkelijk van een overstelpende rijkdom. Eerlijk is eerlijk. Mij duizelde het bij het lezen. Het is mij te groot, te hoog, te veel, te diep. Maar één ding is wel duidelijk. In alle toonaarden zingt Paulus hier het oude lied. Niets uit ons, alles uit hem. En als een refrein klinkt het door dit hoofdstuk heen waar het om gaat. Tot driemaal toe staat het er, waarvan tweemaal in het schriftgedeelte van vandaag, in vers 12 en vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. En dan denk ik meteen weer aan die eerste vraag van de kleine Westminster Catechismus uit 1647. In deze dagelijkse meditaties haalde ik hem al eerder aan. Als dan gevraagd wordt, wat is het hoogste doel van de mens? En als er geantwoord wordt, het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. Zo is het. Gods grote daden voor ons en Gods grote daden aan ons zijn tot lof van hem. Zoals de psalmisten al wisten. In menige psalm roepen ze immers op om God te loven en te prijzen. En ze voegen gewoonlijk de daad bij het woord. Ze zingen, looft God, looft zijn naam alom. Ja, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wie God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. De vraag laat zich stellen of God bij ons wel aan zijn eer komt. Bij u? Bij jou? In mijn leven? Wordt zijn lof onder ons en door ons nog wel bezongen? Zijn wij nog onder de indruk van zijn heerlijkheid, Gods grandeur? En is hebben ons dat verlangen naar die nadere weldaden? Naar het mogen uitpakken van steeds weer nieuwe schatten van het heil van God? Naar meer kennis van Christus? Is hem ons het verlangen naar de verdere doorwerking van Gods geest? Of vinden we het allemaal wel best zoals het gaat en zoals het is. En gaan we vooral in deze wereld op. En zijn we vooral druk met onszelf bezig. En hebben wij ook veel weg van onze Katwijkse vuurtoren. Die vuurbaak. Die daar robuust staat. Als een statig en stevig monument. Smetteloos, wit, vierkant. Vele stormen getrotseerd, maar het licht is gedoofd. O, als dat zo zou zijn, mogen dan het woord van vandaag nog weer het vuur ontsteken. Ik eindig met woorden van een grote naam in de kerkgeschiedenis, namelijk Thomas van Aquino. Woorden onder ons bekend als een gezang, door mij voor het slot van deze meditatie licht gewijzigd en ik wil ze als een gebed uitspreken. Laten we bidden.
U, grote Christus, bid ik eerbiedig aan. Doe ons door uw geest en woord het heilgeheim verstaan. U geeft zich mijn harte over, gans en al, schoon het uw grootheid nimmer vatten zal. Maak dat ik steeds vaster u geloven mag, immer op u hopen en u minnen mag. Geef mijn geest te leven uit uw overvloed. Schenk ons van uw rijkdom kennis, klaar en zoet. O, dat mijn oog uw aanzicht zonder iets dat scheidt, ongesluierd schouwen in Gods heerlijkheid. Lof aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.